Goedemorgen allemaal, wij zijn aangekomen bij Harm-Jan Veenstra. Harm-Jan, waar staan wij, wie ben jij? Ja, goedemorgen dames, het is 8 uur, het was vroeg opstaan. Blij dat jullie er zijn. Jullie zijn hier bij Hengsthouderij Veenstra, waar ik samen met mijn vriendin de eigenaar van ben en dat we het ook samen runnen. We staan hier bij het land, Iseli loopt verderop lekker te grazen. Het vanmorgen al zijn daad gedaan en we zitten nu te wachten op de telefoontjes voor de merries. En die gaan we dan vandaag weer bedienen. En ik hoop dan een paar leuke uurtjes met jullie een beetje babbelen en lullen over het bedrijf. En we gaan er wat van maken. Ja, helemaal goed. Super eens. Hoi. Wel. Geef hem nog een applausje, dames en heren. Iseli. Dankzij onze sponsors hebben we nu ook echt echte microfoontjes. Dus dat is ideaal. We zijn nu, ik ben ook echt verbonden met de dames. Ja. Door middel van een kabeltje. Maar het werkt perfect. Gaat op. Moeten we weer even aansluiten. Jullie heeft Harm-Jan aan de lijn. Even een rondje voorbrengen. Nou, we lopen nu op het terrein bij Harm-Jan. Harm-Jan, hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de tuigpaardensport? Vroeger mijn vader die handelde in paarden. En die kreeg op een gegeven moment ook de fun aan het tuigpaard rijden. Mm-hmm. Dus toen is hij daarmee begonnen en toen gingen we eigenlijk nou binnen een paar jaren eigenlijk al met 8, 9 paarden altijd op concours. Okay. Mijn zussen reden, ik was nog te jong, dus ik mocht niet rijden, maar wel helpen. En het was gewoon het is een beetje een kick. Een tuigpaard rijden is gewoon de kick, die 5 minuten in de baan en dan proberen bovenaan te komen. Yeah. Dat is gewoon het mooiste wat er is. Dus eigenlijk door mijn vader ben ik verslaafd geraakt aan de tuigpaarden. Kijk, en wat maak je nou zo enthousiast aan een tuigpaard? Het karakter. Het karakter van een tuigpaard is gewoon het mooiste wat er is. We hebben ook rijpaarden, vriezen gehad, eigenlijk alles wel. Maar toch een tuigpaard, dat explosieve, dat powerful van een tuigpaard en dan toch weer braaf, dat vind ik het mooiste. Oké. Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe? Ja, hoogtepunten. We hebben toen ik ben begonnen, toen hebben we wel een paar nieuwelingenklasses gewonnen en dat soort dingen. Maar echt een hoogtepunt, dat zijn dan toch de kampioen dekhengsten. Met Partijn hebben we gereden. Niet alleen het winnen is mooi, maar het meedoen is mooi. Zoals de Oregon Trofee. Ja. Dat is geweldig. De kampioens dekhengsten, wat ik al zei. Ik heb een paar keer pech gehad met Partijn dat hij het ijs eraf onderweg trapte. Dat was eigenlijk mijn dingetje. Okay. Als ik meedeed met de dekhengsten, dan was ik meestal wel mijn ijzer kwijt. Dus dat was ook wel weer stoer. Maar het is gewoon de kick om daarheen te werken. We hebben nu dan straks Norg. Het kampioenschap dekhengsten. Mm-hmm. Dat duurt nog wel een dikke maand. Maar je bent toch al in je achterhoofd een beetje bezig van hoe zal het gaan? Hoe zal het komen? Wie doen er mee? Hoe doen die anderen het? Maar het is gewoon een beetje de kwestie van de vorm van de dag. We hebben hele goede tuigpaardhengsten op dit moment. Ik mag dan met Iseli rijden van familie Bosch. En ik hoop dat we het er netjes van afbrengen. Kijk, en heb je nog speciale voorbereiding dat je naar zo'n dag toeleeft? Nee, het is een hengst. Hij dekt veel op dit moment. Vandaag wordt zijn 80ste merrie bediend. Kijk. Dus hij moet toch niet alleen trainen, de dekkerij komt er ook bij. En dat is wel het belangrijkste. En daarnaast proberen we gewoon gezond, fris te houden. Je zag hem net dus ook buiten lopen. 'S Morgens komt hij even lekker buiten. Ja. Het paard moet naar zijn zin hebben. Lopen kan hij wel, alleen alles moet op zijn plek vallen in Norg. Kijk, nou, we zijn benieuwd. We zijn benieuwd hoe het gaat. Ik ook. We lopen nu bij jou in het land, Harm-Jan. Ja, het is, we zijn even naar achteren. Dit is eigenlijk het begin van de tuigpaardensport. De jonge veulens. Ze zijn net geboren, die liggen lekker in de wei. Het is heerlijk weer voor de veulens. Groeizaam weer voor het gras en ook voor de paarden. Gezond weer. Dus we gaan nu even kijken als alles nog goed is na de nacht. En dan kunnen we eens even kijken hoe ze erbij staan. Is het wat, is het niks? Maar dit is eigenlijk wel het begin. We gaan nu straks gewoon selecteren van wat zoeken wij. Voor tuigpaard willen we eentje met heel veel beweging. Maar daar zoek ik eigenlijk niet naar. Ik zoek eigenlijk naar mooie veulens met bruine kleuren of zwart, maar liefst bruin, die ik straks gewoon ga afzetten voor de menssport. Dat is mijn doel. Okay. En uit die gros komt altijd een goed tuigpaard.
Alleen het is niet mijn, mijn doel om een echt tuigpaard op te fokken. Okay. Natuurlijk doen we wel mee voor de hengstenkeuringen. Proberen we wel een mooie hengst ervoor te krijgen. Maar dat zijn meer toevalstreffers. We zoeken eigenlijk alleen maar voor de menssport. Vind jij het mooiste van de dag, Harm-Jan? Ja, dit is genieten. En ziet de beginfase er voor een menpaard anders uit dan een tuigpaard bij jou? Bij mij niet. Bij ons is de beginfase allemaal hetzelfde. Stap, draf en galop. En gehoorzaamheid, dat zijn eigenlijk alles. Oké. Okay. Harm-Jan, hoe ziet een dag bij jou eruit? Wat doe je allemaal? Geen dag is hetzelfde, gelukkig. Maar 's morgens is altijd wel hetzelfde. We worden wakker, ik ga eruit, ik ga paarden voeren. Okay. Dat is het eerste wat ik ga doen. We doen eerst even Bix, dan doe ik een bakje koffie. Vroeger rookte ik een sigaretje, daar ben ik mee gestopt. Maar daarna gaan we dan eventjes... daarna gaan we dan kuil voeren. En dan ga ik naar binnen en dan eten we even, ontbijten we. Ja. En dan gaat de dag helemaal beginnen. Okay. Dat is nu in het zomerseizoen... is het natuurlijk eerst met een rondje met de schouwhengst. Even kijken, van zijn de merries hengstig? Even kijken, moet er wat bij de veearts? Moet er wat geïnsemineerd worden? De hengst wat, die laten we dekken. En dan, dan is het eigenlijk weer 9:30 en dan gaan we koffie drinken. Kijk. En dan na de koffie, dan is het eigenlijk een beetje aanspannen, rijden, lonceren. Allerlei hand- en spandiensten hier op het bedrijf. En als we dan rond de middag gaan we even lekker brood eten. En dan, dan komt de kleine meid weer van school. Dus dan gaan we daar even mee babbelen hoe de schooldag was. En dan gaan we weer trainen tot een uur of 4 smiddags. Nou, en dan is het hier het voeren en dan is het hier klaar. Okay. En dan stappen we in de auto en dan gaan we insemineren. Dus dan is het maar net, moeten we naar Groningen, Friesland, Drenthe, maakt niet uit. We gaan het allemaal, gaan we zien de medische bedrag op te krijgen. Kijk. Dus dat is eigenlijk de dag zoals je het zomers eruit ziet. Afwisselend. Afwisselend, ja, heel afwisselend. Je weet nooit, die meeste mensen bellen voor 10 uur. Dus dan weet je pas waar je heen moet die s'avonds. Okay. Ja. Jan, kun je wat vertellen over Patijn? Ja, Patijn heeft wel een speciaal plekje bij ons. Ik heb hem eerst gehuurd van Hermanus Boelens. Patijn was gewoon een heel apart paard. Hè. Hij was heel slim, hij had verschrikkelijk veel beweging. Maar het was ook een paard, je moest met hem, een klik met hem krijgen. Hè? Om hem te rijden ook. Je moest een band met hem opbouwen. En dat ging heel prima. We hebben heel veel met hem gereden. We hebben masterclass met hem gereden. Kampioens, dekhengsten, allerlei dingen. Het was gewoon een fijn paard. We hebben veel mee gewonnen. Maar wat voor ons het belangrijkste was, we hadden hem als dekhengst. En de nakomelingen hebben we gewoon verkocht voor de menssport. En in de menssport zijn ze gewoon super geschikt. Super geschikt. Dus ik moet je een beetje bijdraaien, want we zakken een beetje van beeld. We zakken af. Zit zo in het verhaal, jongen. Ja, dat is dat, hè. Maar daardoor, Patijn is echt, die is op de kaart gezet door, mede door de menssport. Heel veel mensen die vonden prachtige paarden, donkerbruin, kleine kopjes erop en kracht en ze willen werken. Ja. Dus dat is eigenlijk het verhaal van Patijn, wat toen hij hier was. Maar op een gegeven moment werd die keur preferent en toen was er eigenlijk wel veel belangstelling voor Patijn uit Amerika. En toen, mijn vader had hem in ondertijd gekocht van Hermanus Boelens. En die heeft hem, ik denk dat het nu 4 jaar geleden is, verkocht naar Amerika. Ik heb hem zelf erheen gebracht. Dat was op zich ook wel weer heel apart. Patijn die kon niet vaststaan. We stonden altijd op de auto ook los, nooit een helster aan. Deed hem een helster aan, dan was dat met 2 minuten was dat af. Dus op de vliegtuig, dan zit je met een 3 in een kooi en dan hebben ze toch liever dat zo'n paard wel vaststaat. Dus ik denk, hoe moeten we dit hebben? Dus we reden erheen en het paard in de box gezet, wat in het vliegtuig komt.
En toen zei die meneer van, die hengst daar, die moet even een halster aan. Ik zei, ja, ik zei, is goed, ik zei, zal het doen. Dus ik deed hem netjes halster aan en 2 minuten later was hij er weer af. Hij zegt, halster moet aan, heb ik toch gezegd. Ik zei, ja, ik zei, maar dat wil niet. Ik zei, hij heeft hem nooit om. Ik zei, maar hij doet niks, komt goed. Dus we zijn erbij gebleven in het vliegtuig. En om de 1 minuut 30 ging ik kijken, want ik was natuurlijk, ja, het moet wel goed gaan. Ja. Maar dat ging helemaal prima. We zijn tot New York gevlogen met hem, zonder halster. En die man zei, dus de eerste keer dat er een hengst zonder halster aankomt in New York. Ik zei, nou, ik zei, dan heb jij de primeur. Leuk. En toen hebben we hem dus daarheen gebracht, afgeleverd. En die mensen hebben daar veel plezier mee gehad. Ze hebben een paar jaar gedekt. En toen is hij helaas overleden aan, aan een operatie eigenlijk. Hij kreeg coliek. Ze hebben hem geopereerd. En hij is erin gebleven. Hè? Zonde. Ja. Wij staan hier bij Rijn Bos en die komt hier zijn Mary scannen. En hij heeft hier een heel mooi veulentje van Ishelly, een week oud. Rijn, kun je wat vertellen over Ishelly, over de fokkerij? Ja, over de fokkerij ook wel. Ik had een, hoe ik die Mary bij Rosselli heb gedaan. Ik had een hele mooie tendens, Mary. En toen vroeg ik, en ik hou van een beetje apart soort. En toen vroeg ik aan Harry van Middelaar, waar moet ik zo'n paard bij dekken? Hij zegt, ik heb Broselli gezien, dat is een aparte. Alleen, hij zegt, je krijgt blauw papier. Ik zeg, dat maakt me niks uit. En toen zei mevrouw, ja, daar doen we geen 1 bij, dan doen we een paar meer bij. En toen had ik een oude Merrie gekocht. Dat was een veulen bij van Safraan. En die hebben toen ook bij Broselli gedekt. En daar is Ishelly uitgekomen. Oké. Okay. En wat vindt u zo mooi aan de veulens van Ishelly? Nou, punt 1, de kleur. Hè. Ik ben echt een kleurenfokker. Ik heb ook een palmino thuis. Maar die kun je altijd verkopen. Vossen, ik vind de vos ook wel mooi. Maar dan denk je, op een gegeven moment, je moet er nog een keer weer af. Ja. En dat is het probleem met vossen. Een schimmel, of een zwarte, of een bruine met 4 witte blinen en een bles, die kun je altijd verkopen. Is hier niet binnenland, dan kunnen ze naar buitenland toe. Oké, nou bedankt. Ja. Nou, wij zijn vandaag geweest bij Harm-Jan Veenstra en het was een hele leuke ochtend. Ja, we hebben veel gezien en een leuke rondleiding gehad. En we hebben een hengst zien dekken. Ja. dus we willen jou bedanken, Harm-Jan, dat we hier mochten komen. Ja. Ik vond het leuk. Ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie interesse tonen voor ons bedrijf. En ik vind het super... super, om een beetje jullie na te doen. Super, super. Super leuk dat jullie dit doen voor de, echt voor de tuigpaarden mensen, paarden en voor de tuigpaarden wereld. Dit is, ik vind het super. Hartstikke mooi. En ik mag er graag naar kijken, ook naar al die anderen. En ik hoop dat dit ook weer goed bekeken wordt. We hebben niet op het karretje gezeten vandaag, maar jullie gaan straks naar Harry toe. Dus ik denk dat jullie dan vast wel even op de kar de weg uit gaan. Dus, maar hier heb je in ieder geval een hengst zien dekken. Ja. Hey, doe een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond.